NEC heeft zich vrijdag versterkt met Jonathan Okita. Maar vorig jaar, begin juli, toen ik net in dienst was, belde Nick Kester, onze manager scouting, mij op en die zei: ja, ik heb nou toch wat gezien? Maar toen had hij zijn mondeling akkoord al gegeven aan MVV. Ja, en dan, dat heeft hij gerespecteerd en top, want ze hoort het ook. Heeft daar onwijs goed seizoen gehad en in dat jaar hebben we continu contact gehouden. De Nijmeegse club koopt de 22-jarige aanvaller van MVV Maastricht. De transfersom is onbekend. Okita tekent voor 4 seizoenen bij NEC. We hebben ook best kracht en werklust in de ploeg. Alleen we wilden nog zo graag spelen met diepgang hebben. En we wilden een jaar lang dat het Jonathan Okita zou worden. En dan kun je heel snel naar plan B. Maar met elkaar wil je die diepgang hebben in je ploeg en wil je die kwaliteit hebben in je ploeg. Een speler die als rechterspits in balverovering diep kan gaan. Die op het moment dat hij aan de bal is een actie heeft met een goede dribbel. En die rendement heeft in zijn spel. Ja, dat voegen we eigenlijk allemaal toe aan de toch al goede selectie. De transfer kwam vrijdagochtend rond nadat NEC wekenlang onderhandelde met MVV. Naar verluidt hadden ook Sparta Rotterdam, FC Twente en een dozijn buitenlandse clubs interesse in Okita, die vorig seizoen tot 18 doelpunten en 8 assists kwam.